zijn aangekomen bij Santani. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Er schijnt hier een markt te zijn. Ik hoop dat het groter is dan waar we gisteravond heen waren. Want die hadden echt 5-6 kraampjes. Maar ik denk het wel. Ja. Het is tot 1:30, het is nu 1:15. Maar ja, ik weet niet, misschien is het wel iets langer. We gaan het zien. Dus we lopen daar nu heen. Ik val nog mee met hoe warm het is. Vandaag is het best wel oké. Nog een eentje. Maar ja, laat ik niet te vroeg juichen. Waar staat? Goede vraag. Gevonden! De markt! Yay! Welke wil jij? Ga maar Lego hoor. Ja, die heb ik. Maar dan niet deze. Welke wil jij? Wat is die? Wat is die model? Welke wil jij? Mooi? Ja. We zijn nu al een tijdje aan het rondlopen. Het is echt een grote markt. Ik durf ook niet alles te filmen, want sommige dingen zijn natuurlijk handgemaakt. Of ja, ze hebben dan liever niet dat ik film en dat begrijp ik. Dus ik ga niet alles filmen. In ieder geval, Gos nu aan het kijken voor een riem. Ik heb nog niet echt iets gevonden. Ik vind wel veel dingen leuk, maar dan net als van die keramieke dingen weet ik niet zo goed wat ik ermee moet. Ik heb ook geen huis, zeg maar, dus dan... ja, dan ligt het alleen maar te stoffen waarschijnlijk. Ga je hem halen of niet? Oh, zo eentje was die. Ik weet niet. Zo staat daar, achter die mevrouw. En hij ging net afdingen van 20 naar 15, wat? Wat kan ik? 10. Ja, dus hij wou nog voor 10. Ik dacht, oh mijn god, ik loop weg, ik schaamde me echt dood. Dat is heel serieus, daarom denk ik dat maar. Ja, dus nu heeft hij een ring gehad voor 15. In plaats van 20. 25 eigenlijk. Die eerste zegt 25. Ja, ze proberen altijd zo hoog mogelijk. Maar Sor gaat dus over een paar dagen ook nog naar Milaan. Ik denk dat hij dan goedkoper eigenlijk kan halen in Milaan. Want in Italië had ik ook een ring gehaald. Dat was ook, ik dacht goedkoper dan dit. Maar, ach ja. Jaloers om mijn eten. Ik heb een salade. Met beef. En jij hebt een klein broodje. Echt? Wil je niet van mij? Wow. Het water is zo blauw. We zijn bij Calo des Moro. En het water is super blauw. Super mooi. Iedereen is aan het zwemmen. Ik heb ook zin om te zwemmen. Ik heb mijn zwemkleren niet mee. Ik denk wel dat ik morgen mijn zwemkleren aan ga doen. Of meeneem. Volgens mij is het echt heerlijk om daar te zwemmen. Kijk het water. We zijn net even langs het hotel geweest. Een dutje gedaan. En ik heb even geleerd. Want ik heb bijna een tentamen. En nu gaan we eten, of richting een restaurant. Zo heeft wat uitgezocht, dus het is wel weer Chinees, want daar hebben we zin in. En het is lekker. Waar is het? Carplay is gewoon bij foto. Met die. We zijn net aangekomen in het stadje Alsudia. Het lijkt een... Oh, er had wel een spin om mijn lip. Het lijkt een grotere stad dan die van gisteren. Gisteren leek het echt meer een dorpje, maar dit lijkt echt al meer op een grote stad. En er is vandaag hier ook een markt. Ik denk alleen dat het gewoon dezelfde markt is als gisteren. Dat die mensen gewoon elke keer naar een andere stad gaan om hun kraampje daar op te zetten. Maar ja, we gaan het zien. Die van gisteren was in ieder geval heel erg leuk en groot. Zelfs spullen is, dan is het ook niet echt leuk. Maar ja, we lopen in ieder geval door deze stad en we gaan nu richting het centrum. Het is dus iets verder dan we dachten. Iets te vroeg geparkeerd, maar ja, dan gaan we gewoon een stukje lopen. Ja. Het lijkt ook heel open hier, hè? Het lijkt niet echt het centrum. Het lijkt, weet niet. Hey, nice. Gisteren was meer een dorp, ja. Dit lijkt meer echt een stad. Veel moderner en zo. De markt gevonden. Hij lijkt niet zo groot als die van gisteren. Ja. Toch? Ja, wel? Misschien loopt hij door. Ja. Oh jawel, hij is wel groot. Ja. Ik zie er wat.
ouder uit. Dus lijkt meer op het centrum. We gaan het zien. Trouwens, mijn haar gekruld. Ik ben benieuwd hoe lang het blijft, want het is wel warm. En ik ga zweten. Maar ja. We zijn nu in een soort zijstraatje gegaan met meer winkels. De markt was echt heel, heel groot. Wel meer kleren dan spullen, maar ook wel spullen. Gisteren waren er meer spullen en meer van die handgemaakte dingen. Maar deze liep wel fijner, want het was echt een grotere markt. En ja, gisteren was meer in kleine straatjes. En hier was veel overdekt, net of zo'n beetje, maar ook veel van die zeilen. Dus het was veel minder warm dan gisteren. We zijn in een van die zijstraatjes aan het lopen. Daar hebben ze van die leuke winkeltjes. Tijd voor wat afkoeling. We gaan even wat eten. Het is echt warm. We wilden binnen gaan eten, maar binnen is geen airco, dus het is nog veel warmer. En mijn krullen hebben het niet overleefd. Ik heb een mojito. Sol heeft een Fanta. Maar ik vind hem echt sterk. Ik ga denk ik Fanta toevoegen. Ja, iets beter. Beter. Maar nog steeds sterker. Proef jij? Eten en paël, ja. Dit is de rekening. Gisteravond aten we Chinees, zoals jullie hadden gezien. En dat was rond de 40 euro, minder dan 44. Maar we hadden toen echt veel lekkere gegeten. Ons buik zat echt gewoon lekker vol. En nu niet zo heel lekker gegeten. Gewoon normaal. Maar dat is natuurlijk onze eigen mening. Dus vanavond gaan we weer lekker Chinees eten. Deze stad, waar we dus nu hele middag al rondlopen op ochtend, zit echt zo binnen de poorten. Ja, maar hier kwam net uit. Maar als we dan weer teruglopen richting de auto toe, dan kom je ook weer uit zo'n poort. Dus het zit echt zo binnen de poorten, laat ik het zo zeggen. Nee, laten we via binnen of via buiten lopen? Oké. Ik heb echt nooit genoeg van kijken. Maar we gaan door naar een ander plekje. Anders blijf je te lang hangen. En we hebben nog maar een paar dagen en ik wil nog wat meer zien. Maar ik vind het wel heel leuk hier. Dus de markt is echt heel groot hier. Veel groter dan die van Santiani. Allebei wel heel erg leuk. Kijk, dit bedoel ik. De stad zit echt zo binnen de muren. En als je dan daar doorheen bent, dan is het gelijk een stuk ouder. En gewoon gezelliger. Best wel een grote stad. Het is wel leuk om hier naartoe te gaan. We wouden dus naar Albuquerque's Watchtower of zo. Wacht even hoor. We wouden dus naar Albuquerque's Watchtower. En dan heb je een super mooi uitkijkpunt. Maar het is helemaal afgesloten. Er staat vanaf 10 uur 's ochtends, hè. Het is afgesloten. Dus dat betekent dat we een keertje vroeg in de ochtend moeten gaan. En we wouden ook nog naar het uiteinde van dit eiland. Ja, dat is echt helemaal hier, zeg maar. Maar daar kan je dus ook niet heen, want het is dezelfde route. Dus nu moeten we even wat anders bereiken. Ja, van 10 uur tot 10:30 is het gesloten. Volgens mij, wat staat er? Volgens mij alleen als je... Only bikes en... Met de bus kan je er wel heen, alleen moet je vanaf boven nog een half uur lopen. En dat wil Sol niet, dus dan betekent dat we morgenochtend moeten gaan. Ja, only out reis. Wat is dit? Ik weet niet. Autoriteiten? Ik denk, ik weet niet. In ieder geval niet met de auto. Oh, en vlaggenbaan? Vraag het iemand. Ja, want het is toch al duidelijk. Oké, iedereen wordt weggestuurd. Kijk, die mensen staan daar. Oh, de bus. Dit is niet de oude bus. Ja, misschien als je er woont, kan je wel. Ja, dat zou wel moeten. Ja, kijk, hij laat iets op zijn telefoon zien, zeg je dat? Ja.
Dus ik denk, hij mag. Wat ga je vandaag gaan doen? Hek is open, kom, ga snel naar binnen. Ja. We kunnen vragen, dus in de ochtend kunnen we wel. Of niet? Zal ik vragen? Ja. Sorry. Okay. 30 minutes more or less. The parking is full now. Okay, 30. It not depends on the time, depends on the parking places. Ah. 30 minutes more or less. Okay. Thank you. Oh, het is hier dus. Oké, op dat bordje staat van 10 uur tot 10:30 s'avonds. Kom, we gaan ook gewoon daar bij wachten. Van 10 uur tot 10:30 s'avonds is het dicht. Er konden dus wel auto's naar buiten. En het betekent dus als de parking niet vol is, dat je dan dus naar binnen kan. Dus we gaan gewoon wachten. Gewoon wachten? Ja. Oké, we gaan dus ergens parkeren, maar hoe weten we dat het dan open is? Geen idee. Of we moeten het straks weer proberen en dan zijn we weer net te laat of net te vroeg. Of ik moet daar buiten staan in de hitte. Ik weet het ook niet. Poging 2. Ik denk het niet, want iedereen parkeert hier nog. Nee, zeker niet. Het is echt spannend. Oh mijn god, al die auto's gaan. Ja, dan gaat hij net dicht, hè, als wij mogen. Oh mijn god, alle auto's in één keer. Yeah. Als zoveel auto's in één keer komen, dan is het toch ook niet meer mooi met zoveel mensen. Wow. Steeds omhoog, omhoog, omhoog. Wow, als nu nog een auto komt, hè. Dat is echt moeilijk. Wow. Dit maakt me wel zenuwachtig. De meeste mensen gingen dus gewoon dat stukje beneden alleen daarheen om te kijken. Maar hoe gaat hij keren? Zeg maar, we zitten hier echt op een stukje grond. Hij heeft echt... de turbine, ja. Ja, ja, ja. Ja. Nee, pas niet. Oh mijn god, ze hebben de auto geraakt. Ze wouden daarin. Halen. Oké, ik ga niet filmen, maar Sol is daar aan het kijken. Ik weet niet waarom. Kijk, daar staat Sol. Oké, ik ga eruit. Kijk, dit is een stukje waar je kan parkeren. Het is niet echt een parkeerplaats. Dus wij staan met deze auto hier. Als hier nog een auto stond, dan kan je eigenlijk niet meer keren. En nu gaan we naar boven, daarheen. Ja, kijk, okay. Alsjeblieft, Susan. Ja, ik ga, Susan. Het is een meisje, maar ik ben Susan. Dit is ja. Korsel. Is het mooi boven? Ik heb zeg maar deze schoenen aan. Alleen mooi, alsjeblieft. Gewoon hier aan worden. Maar is het mooi? Ja, lekker. Dat zeg jij. Gaan doe je wel. Echt? Ja, nee. Alleen je klom. Oh. Kan je niet naar boven, daarboven staan? Nee. Kan je ging, Pimo? Huh? Kan je ging? Oké. Okay. Hij is weer terug. Was het mooi? Nee, alleen je klom. Mijn god. Dus net als hier, zo'n gaatje. Dat is het uitzicht. Hier is Kaulijn naar boven. Oh, koeren, die is ook al los. We zijn nu een stukje lager en er is ook een geit hier. Wacht, ik ga een ijsje halen. Kies daar onder en daar is de geit. Nee, rent over dan. We zijn nu bij dat stukje wat lager. Ik vond het net wel mooier, maar hier zie je het water wel echt heel goed. Zo mooi. We zijn nu op dat hogere gedeelte en je kan nog verder lopen. Dus het gaat nog wel even door. Het is echt super mooi hier. Kijk, hier hangen allemaal elastiekjes. Normaal hangen mensen slotjes. Maar nu zijn het allemaal elastiekjes. We zijn net al naar hele mooie plekken geweest, zoals je al zag. En we zijn nu terug in Palma. Auto net geparkeerd. We gaan gewoon even rondlopen en wat eten. En ik laat de camera lekker in de auto. Dan kan ik lekker met vrije handen rondlopen en zo. Dus even de camera weg.
We hebben net zo lekker gegeten. We hebben thuis gegeten. We hebben in totaal 4 gerechten genomen en nog een dessert. Die mank ik als een beetje aan van, is het niet te veel? Maar het was echt goedkoop vergeleken in Nederland dan. Echt wel bijna de helft, misschien iets meer dan de helft wel. Bijvoorbeeld, we hadden een hele dorade met rijst. Was 15 euro. Dat vind ik echt heel goedkoop. En even kijken hoor, papaya salade was een tientje. Nou, in Nederland betaalde echt wel 16 euro voor. Maar ik wou jullie nog even het hotel laten zien, want dat heb ik nog helemaal niet gedaan in de vlog. Dit is eigenlijk, ja, de entree. Echt wel heel mooi. Dan ga ik nu de kamer laten zien. Ik hoop trouwens dat ze ons hotelkamer hebben opgemaakt, want we hebben vanochtend niet zo'n dingetje gehangen van make-up room. Maar ik denk het wel. Kopje rommelig. Wel of niet? Ja. Yay! Nou, dit is het dus. Normaal wordt het nog helemaal mooi gelegd met een blauw kussen en zo'n soort van blauw deken, blauwe lijn. Maar die leggen we altijd op de grond. Kijk, daar ligt die. Dat blauwe dingetje. En leggen dan ook blauwe kussens. Nou, die heeft ze volgens mij meegenomen, die liggen daaronder. Die halen toch altijd weg. Dus ze doet dat niet meer zo elke ochtend. En dan, ja, de kast. Niet zo bijzonder. Met de spiegel wel. En dan de badkamer, maar ik mag ze niet filmen. Dus even kijken wat hij aan het doen is. Nou, oké, okay, hij is even weg. Dit is de badkamer. Ja, gewoon normaal. Ik heb mijn spullen daar uitgestald. En dan de douche. Gewoon heel normaal. Maar ik ga het hierbij laten. Twee hele leuke dagen gehad. Vooral vandaag vond ik echt leuk. Wat? Je gaat gewoon alleen maar gezicht wassen. Dat is toch normaal? In ieder geval, vandaag was echt een hele leuke dag. Hele mooie foto's gemaakt ook. En het was echt super mooi daar. En we hebben morgen en overmorgen nog, voordat we naar huis gaan. Tenminste, dat ik naar huis ga. Sorry, ga nog verder reizen. Maar dan ja, ga ik het hierbij laten. En bedankt voor het kijken. En misschien tot de volgende video. Doei!